1, 2, 3. En nu gaat die open en het water komt erdoor. Ik zie hem wat komen. Daar komt hij aan. Maar het is voor ons natuurlijk ook helemaal nieuw. Het is een beetje uitproberen. En je ziet mensen met kleine bootjes op de plaat. Hele korte bootjes, die zijn lekker wendbaar om niet te spelen. De meeste boten verder als vereniging zijn wat langer. En dan ben je gelijk al iets lastiger om de bochten te maken. Ik zie ook een slalomvaart ertussen zitten. Die heeft een hele specifieke boot met een hele dunne, ranke achterkant die gemakkelijk onder water te drukken is. Naar de holding net. Zie je net hier doorvaren. En de vier holding net is er maar 3 generaties. De zoon is 10 jaar, de vader is de groot hier. Wat komt u hier vanochtend doen? Ik kom een demonstratie geven voor, toch voor de opening in Hardenberg. En wat vindt u van deze nieuwe wildwaterbaan? Ja, ik vind het een fantastisch initiatief om hier een wildwaterbaan te krijgen. Vroeger moesten we toch zeker naar België, Duitsland en nog verder zelfs. En nu is het eigenlijk in de achtertuin. Dus wij zullen u hier regelmatig zien? Ja, absoluut. Dit is wel iets wat ik heel leuk vind om te doen. Ja. En wat is er zo bijzonder aan deze baan? Wat is er bijzonder aan de baan? Nou, ik denk dat het een baan is voor iedereen. Dus voor de instap tot en met de iets gevorderde. Dus de rest van de banen in de omgeving, met name ook in Zoetermeer die er ligt. Ja, dat is toch wel net iets te wild om uiteindelijk voor te beginnen. Dus ik denk dat het een hele mooie start is voor de kanowereld. Ja. Veel succes ermee. Dank u wel. Ik heb het niet geprobeerd.